Deze motorwagen uit 1913 is een van de oude trams waarmee het gemeentevervoerbedrijf van Amsterdam ter gelegenheid van zijn 75 jaar bestaan op enkele zaterdagen weer de baan opgaat. De motorwagen met zijn koperen handrem is evenals de andere in het afgelopen jaar opgeknapt en in de oorspronkelijke staat teruggebracht door leden van de Tramwegstichting met medewerking van het GVB. De bijwagen uit 1930 had voor rokers en niet-rokers aparte compartimenten. En er was veel verboden. Groot is de belangstelling voor een rit met de oude trams, die sterk contrasteren met de felgele nieuwe, om over de gestippelde jubileumtram maar te zwijgen. Dit tramstel, geschilderd door Marten Reuling, kreeg van de Amsterdammers al direct verschillende bijnamen, zoals ballentent, keetje stippel en pockettram. Voor het 700-jarig bestaan van Amsterdam en het jubileum van de tram werd ook nog de paardentram van stal gehaald, die precies 100 jaar geleden voor het eerst door de stad reed. Deze door 2 pk voortbewogen wagen heeft ongeveer tot de eeuwwisseling dienst gedaan als paardentram en daarna werd die tot 1915 bijwagen van de elektrische tram. Dankzij het jubileum van het gemeentevervoerbedrijf hebben tal van Amsterdammers een onverwachte kijk gekregen op een brok romantisch verleden van hun stad.